Oké, we gaan weer een panorama doen. Wat is nieuw. Maar nu met mooi weer en hopelijk iets stiller staand windje. Hoe je dat noemt heel. Het is hetzelfde vliegtuig als altijd. Goed, de remote staat al aan. Op dit moment heb ik de tablet al met de remote verbonden en nu doe ik de drone aan. Ik heb natuurlijk al gezorgd voor het feit dat tracker aan staat, de GPS-tracker. Dat is natuurlijk niet of dat is een goed idee. Hij zegt weer dat de boel beweegt, terwijl het helemaal niet zo is. Het staat hartstikke stil. Dus hij lult een beetje. Hij is erg donker. En dat komt omdat hij... die exposure staat, ja, dat moet ik het dus even, en het staat op manual, dus ik moet het wat lichter maken, 1/800ste, nou, dat lijkt me wel beter. Oké, hij zegt dat de IMU is opgewarmd, ik zet hem op FGPS. En we starten de motoren. En we vliegen omhoog. En we laten hem eventjes hangen. Op een rustig plekje. Ja. Ik denk dat dit wel mooi is. En dan gaan we vliegen. Oké. Dan gaan we hem laten stijgen. Ik hoop wel dat de zon tevoorschijn komt, anders zit ik zonder zon. Ook weer zoiets. Hallo. So, where are you? Oh, daar. Oké, that's nice. Goed, kunnen we nou een... Ja, op zich ziet het er wel goed uit.
bezig zijn. Nou, laten we eerst maar even normale doen. Find the blueness of the sky beautiful, but the darkness is too bad, right? So you have to overreact a little bit. Ziet u hem? Het is een klein zwart stipje hoor. Het is maar een klein zwart stipje, het is mijn drone. Oh, het is een drone. Behoorlijk hoog. Ja, moet lukken hoor. Als je die kant op kijkt, zeg maar nou, iets van 40 centimeter boven de horizon voor je gevoel. Zit er een zwart stipje midden in de blauwe lucht. Ja, 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 ja. Dat is de drone. Ja, hoor. En hij zit op 120 meter hoogte. En hij maakt foto's. Ja, 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 ja. En het idee is dat je dan panorama aan, met de computer aan elkaar kan plakken. Dat ze drones gebruiken, ja. Oh ja, maar ook mooie opnames. Dat is leuk. Ja, precies. Dus het geeft leuke plaatjes. Ik kom er wel heel wat moois tegen, zeker. Dat ze liggen er zonder baard naar zo. Nee, daar is de camera helemaal niet goed genoeg voor. De baard is wel, maar de camera niet. Nee, nee, het is maar net iets meer dan full HD. Dus ja, je ziet een huis, je ziet een raam, dat lukt nog. Maar door het raam heen kijken, nou, dat gebeurt al niet. En bovendien mag het ook niet. Hè? Dus, ik heb 3 diploma's moeten halen om met een drone te mogen vliegen tegenwoordig. Terwijl vroeger was dat niet zo. Maar ja. Ik heb hem nou eenmaal, dus ik denk dan maar de diploma's halen. Succes, hè? Ja, bedankt. Ja, ik denk dat ik hem op deze zet. En dan die. Ja, dit zijn mooie plaatjes. En ook het donker is nog goed uitgelicht, zie ik. Al zit die zon weer achter een wolkje. Hallo.
Ja, dat is de camping, die kan we nou goed zien. Ah, daar is het zonnetje weer. Nog 11 foto's, het gaat allemaal goed. 3,7 volt. 89% iets, 10 satellieten. 89% dat is de energielevel van mijn controller. Beeld is 4 streepjes. En controller is maar liefst 5 streepjes. Doe maar duur. Oh nee, is ook 4 zo te zien. Hallo. Oké. Nu gaan we switchen naar camera, want de panorama is voorbij. En we gaan dalen en draaien. Daar gaat hij. Dalen en draaien. Draaien gaat niet zo, dat draaien gaat wel goed, dat dalen niet zo, dus ik ga iets meer naar beneden. En minder draaicapaciteit. Kijk, nou draait hij, 87 meter, 86 meter. Dan geef ik hem iets vooruit gas. Wat doet hij dan? Hij draait, daalt in en vliegt in een bocht. De zon is weer weg. Oké, hij is daald. We stoppen met dalen, we stoppen met vliegen. Hij komt nou naar mij toe. Als het goed is.
daar naar mij. Oké. En camera uit. En landen. Oké, stop de share film.